Mijn naam is Louis Hofmans en genoemd naar Louis Hofmans zijnde de broer van mijn vader. Hij was een van de leiders van de verzetsgroep die er hier in de streek is opgericht, de Zwarte Hand. In 1941 zijn ze allemaal opgepakt op INA. Ze zijn eerst naar de tweede Belgische gevangenissen gevoerd en dan overgebracht naar Duitsland. Dan werd het wat de Duitsers noemden nacht- en nevelgevangenen. Dus op dat moment verdwenen ze van de aardbodem. Geen nieuws meer. Niemand mocht weten waar ze waren, wat er met hun gebeurd was. Hij heeft de dag voordat ze met de trein naar Duitsland gevoerd werden, kans gezien om nog een briefje te schrijven. Ieder klein, een minuscule briefje. Daarbovenop geschreven, geliefd dit briefje te bezorgen aan Frans Hofmans, was dat. Victor Vergouwenstraat in Puurs, zijnde het thuisadres van zijn vader, waar zijn vader woonde. En hij heeft kans gezien om dat briefje tijdens de rit uit het station kwamen in Brussel, door een gleuf, dat briefje, buiten de trein te smijten. En dat is dus het allerlaatste dat de familie van hem vernomen heeft en dat de familie van hem weet. Dus vanaf dan was het, nacht moet nemen, niks meer. Zo, hier dan het bewuste briefje. Het is heel klein. Het zal op deze manier door een geleuf van een trein of zo, door het venster gesmeten zijn. Als je het openvouwt, is het al iets groter. Dit is gelijk een harmonica open en toe. En van boven, heel duidelijk te lezen, staat daarop: dit briefje doorsturen alstublieft, Frans Hofmans, Victor Vergouwenstraat 11, Puurs. Vorst 29.06.42 om 9 uur 's avonds. Dus de avond voordat ze op een trein gezet zijn en naar Duitsland gevoerd. En dan, het begin is nog een beetje leesbaar. Zeberminde moeder, vader, broeders en zusters. En daar hebben we het op. Het is minuscuul klein geschreven. Gans op het einde zien we nog juist dat hij zit. Leven, ZA, dus leven zwarte hand, ZH. Maar voor de rest is het quasi onleesbaar. Op dat moment hebben ze in de familie gezegd, wie gaan we die nog terugzien, wat gaat ermee gebeuren? Door zijn herinnering toch het eerste kind dat in de familie gaat geboren worden, zijn naam geven. Nu dat eerste kind, het was een nichtje van mij, Louisette. Ik was dat wel de eerste jongen die geboren werd na de oorlog. En ik heb dus ook zijn naam gekregen. Dus vandaar mijn naam, Louis Hofmans, identiek als mijn oom.